Dank u wel, voorzitter. Allereerst ook van mijn kant complimenten en dank aan de rapporteurs voor het vele werk. Maar ik vrees dat ik toch moeite heb met het pakket. Er zitten veel goede dingen in. Er is duidelijk ook regulering nodig voor deze sector. Wat we gewonnen hebben hier is bijvoorbeeld veel betere consumentenbescherming. Ook de toezegging van de Europese Commissie dat er voorstellen komen voor een algemene meldingsplicht in het geval van verlies van data. En toch heb ik een probleem met dit pakket. En dat zit in het punt wat al door veel van mijn collega's is aangesproken, onder andere mijn Franse collega, namelijk dat de regeringen toch hebben geprobeerd om in het compromis via een achterdeur het element van de three strikes out erin te brengen. Wat eigenlijk met die richtlijnen helemaal niets te maken heeft. En dat irriteert mij mateloos, moet ik zeggen. Ik vind dit compromis dus niet aanvaardbaar. En ik zou de collega's willen oproepen daarom op te stemmen op het amendement van mijn collega's Alvaro en Schmid. Dat is voor mij absoluut voorwaarde om mijn steun te kunnen geven aan dit pakket, voorzitter. En ik zou het buitengewoon jammer vinden als dit amendement niet wordt aangenomen. Natuurlijk willen wij een compromis met de Europese Raad. Maar niet tegen elke prijs. En ik vind het ook vervelend dat elke keer de Raad ons eigenlijk met de rug tegen de muur zet. En dat wij alleen nog maar kunnen slikken of stikken. De Raad is net zo verantwoordelijk voor het bereiken van een compromis als het Europees Parlement. Dit Europees Parlement heeft de reputatie op te houden als het gaat om de bescherming van de burgerrechten. En zeker in de laatste jaren. En ik hoop dat het Europees Parlement morgen die reputatie waarmaakt bij de stemming. En dan tenslotte, voorzitter, zou ook ik toch even één woord willen wijden aan de lobby. Want ik moet zeggen dat, hoewel ik het inhoudelijk niet eens ben met de heer Chichester, dat ik me ook behoorlijk heb geërgerd aan de enorme stroom van soms redelijk bedreigende e-mails. Ik ben al overtuigd en ik vind dat... Je suis désolée, madame Inveldt. Nous sommes en retard. Je suis obligée de vous...